Ja, Violett, was auf dem Marsch? Ja, einmal du, Julie, hier. Ich hab's auch gesehen, aber diese Patienten hat Blabber. Nicht nü, nicht hier. Du bist Puppenkeikers. Sif, müssen wir die dann noch nach Blabber bringen, ja? Auf hier! Blabber? Wir haben doch immer mal einen Blabber. Das ist Klinik! Nicht Blabber! Klinik! Das ist doch auch Blabber. Das ist Klinik! Psst! Ah ja, du Klinik. Alle, dann gehen wir mal schnell. Die Klinik. En nog veel succes, ik kom met uw EHBO-les. Oeh, EHBO-les. Moet je dan zo geen pup hebben voor mond-op-mond ademhaling te doen? Ah, nee, dat is voor een volgende keer. Ja. Anders kunnen we deze hier gebruiken, hè, Spa? Ja, die is toch wel verdoofd. Buitenbewust zijn is buitenbewust, en wat haar mee? Ah ja, buitenbewust zijn dus. We zenden hem eens mee naar de kliniek. Excuseer, wil je dan dus eigenlijk vertrekken? Wij zijn toch aan het vertrekken? Nou, de kliniek. Ja, vertrek dan. De dokters kunnen niet blijven wachten op hun volgende slachtoffer. Patiënt. Ik word hier nog zot. Pas op, de patiënt. Oh nee, ook dan op. Ja, deze weg. Ja, kan iemand er achteraan gaan? Nee, die halen toch nummer in. Oh nee. Wat gaan de zussen die van hiervan zeggen? Ja, Mia, kon hier niet beter opletten? Oh, heb ik het dan nog gedaan? Ga het die verdoemingspoort gezet. Die spartelen het tegen ze. Ja, dat is wel wel, zullen we dan het zijn van halsputje kunnen geven. Zwijg hier nu over. De mensen gaan liever de patiënt zoeken. Patiënten zoeken, we hebben werk genoeg. En daarbij, ik ken je werk niet. Dus ik ben niet geschikt. En ik ben totaal niet geschikt. Je moest eens weten hoe ondergeschikt dat ik ben. Ik moet nog. Mapjes verleggen. Ik heb nog werk. Veel werk. Zeg, Kim, waar ben jij er niet van in de buurt? Is dat zo? Ja. En zij is onze beste kracht. Met verantwoordelijkheid zien ze van alles. Oh ja. Zij is de ideale persoon. Maar dat is dan afgesproken. Kim, ik wist dat ik op u kon rekenen. Maar hoe en waar moet ik dan beginnen met zoeken? Tja, die kan ondertussen overal zijn. Amai, zeg, ik zou niet graag naar plots willen zazen. Begin gewoon gaan te zoeken. Ik weet dat je dit tot een goed einde zult brengen. Vertrek maar en zoek overal. Dat worden we over uur. Zoek overal, behalve niet in het bos. Nee. Daar gaan ze niet vinden. Ah nee, niet in een bos. Oh, kijk eens aan de tijd. Ik moet dringend verder werken. Ja, die mapjes verleggen hun eigen niet, hè? Jullie twee, prepareren jullie het volgende slachtoffer? Patiënt? Patiënt? Ik word nog zot. Ja, dan. Maar veel succes, denk je. Maar dat gaan wij nooit aan liggen, Luc. Nee, kan die toch niet alleen gaan zoeken? Ja, dat zoekt hij niet. Maar het moet, want de kliniek rekent op mij. Dat zoekt hij wel, hè. Dat is ongewoon werk. Dat zoekt hij niet, hè. Maar het is mijn plicht. Dat meisje kan ik je toch niet aan haar lot overlaten. Dat zoekt hij wel, hè. Maar dat lukt nooit alleen. Dat zoekt hij niet, hè. De hoofdverpleegster heeft alle vertrouwen in mij. En ik ga dat zomaar toch niet op het spel zetten. Zoek jij niet met mij mee? Ja, dan zoek dat wel, hè. Jij bent onze beste kracht. Jij wil per se gaan zoeken. Ik ben dan maar eens naar huis. Dag! Maar